Wekenaar Herman van Rens heeft een uitgebreide studie gemaakt van de vervolging van Joden, Sinti en Roma in Limburg. Tijdens een cyclus van 12 lezingen vertelde hij hier uitgebreid over aan een grote groep belangstellenden. Nou, het is mensen, het is de laatste van 12, van een cyclus van 12, waarbij die enorme gebeurtenis van de Holocaust centraal stond. Tot de toehoorders van de laatste lezing behoorde gouverneur Emiel Roemer. En die kwam niet alleen als belangstellende. Ik ben zeer onder de indruk van uw verhaal. We hebben elkaar vaker gesproken. We hebben een aantal prachtige voorbeelden al gekregen. En ook de twee prachtige boeken heb ik mogen ontvangen. En nou niet helemaal letterlijk, maar in de auto wel behoorlijk door zitten akkeren. En voor je het weet ben je zo anderhalf uur verder in de auto, want het, ja, dat raakt je helemaal, dat slokt je helemaal op. En om die reden heeft het College van Gedeputeerde Staten echt vol trots besloten om u beiden, Annelies en Herman, de hoge onderscheiding van de provincie te overhandigen. Limburg van Dienst. Ja, u heeft het zelf al maar verdiend. De burgemeester helpt mee met de bloemen en met de, want ik uiteraard spreek ik namens, zeker ook namens zeker alle inwoners en burgemeesters. Het was een totale verrassing voor het echtpaar dat het boek van Limburg mocht tekenen en bloemen ontving uit handen van de burgemeester. Ik ben heel erg ontroerd. Mooi. Nou.